Hoi iedereen, ik laat jullie zien hoe je een konijn, schildpad en olifanttand maakt. Eerst beginnen we met een konijn. Spawn gewoon een konijn of vang ergens een konijn. Nou, wij krijgen een witte. Dan moet je met lege handen gewoon rechts klikken op de konijn. Moet hij nu ook meewerken. En dan moet je een naam geven. En dan als je hem een naam hebt gegeven, komt hij op je hoofd te staan. En dan moet je gewoon rechtklik ergens. En dan spawnt hij daar vanzelf. Maar je kan ook met een pet amulet zo doen. dan is hij gewoon in een pet amulet en dan kan je hem weer eruit doen wanneer je wil. Nu gaan we een schildpad doen. Nou, plaats gewoon een schildpad of vind eentje en dan moet je met een liertum naar je toe brengen en even een hek erom toezetten. Dan heb je nodig sugarcanes of melon slice. Ik gebruik gewoon sugarcanes. Moet je gewoon even voor hem heen gooien en dan weglopen of vliegen en dan wachten tot hij het opeet. En dat kan even duren. En dan heb je hem getamed. Wat je volgens mij ook met een schildpad kon doen, was... Oké. Deze. Oh, je kan hem ook op je hoofd. Wauw. Nou, doe je die ook in de pet amulet. En nu gaan we een olifant. Wat met... Fijn, regen. Wat je met olifanten moet doen is zorgen dat je een kalf krijgt, oftewel een baby. Want die kan je alleen tand maken en geen volwassenen. Dus dan span je gewoon één. Natuurlijk een volwassen. Nou, die dood je dan gewoon even. Het is misschien zielig, maar... Die kan ook niet. Ze zijn er allemaal met me eens. Ik heb geen mammoet, die wil ik nog wel. Dus je kan een Aziatische krijgen, een Afrikaanse en twee soorten mammoets. Oftewel mammoeten. Hij geeft me gelijk. Dit kan nog lang duren. Laat maar. Nou, nu moet je 10 sugarlumps of 5 cakes. Ik doe het gewoon met sugarlumps en dan gewoon recht klikken. En dan heb je hem dan. Een tamme olifant wordt ook aangevallen door alle soorten hostile monsters. Dus het is handig dat je hem zeg maar gewoon ook in de put amulet doet. En als die volwassen is, kan je een Afrikaanse kan je de... Je moet sowieso bij elk een elephant harness. En bij de Afrikaanse kan je 2 elephant chest. En ook bij... ook bij de mammoths, maar bij de mammoths kan 4. En bij de Asian kan je een garment en een houdaan. Deze is ook nog voor mammoth. Kan je ook nog zitten. En dit was het filmpje. Bedankt voor het kijken en ik hoop dat jullie het leuk vonden.